Fight Records. Yo, what's up? Mijn naam is The Viper. Nee, je zou het andersom doen. Weet ik veel. Godverdomme. Hey, what's up? Mijn naam is The Viper. Doet die terug. Wat dan? Dit is The Viper. Whatever, wie ben jij dan? Weet ik veel. Simon. Yo. Hey, what's up? My name is The Viper. En ik ben Nexus. Op 2 juni 2012 draaien wij op Fantasy Island. Dan hebben wij onze eigen tent, New Fight Records. Yep, the one and only, and you better be there. People got choice! Ik denk dat onze muziek wat wij draaien en maken, die ligt op sommige vlakken best wel vrij dicht bij elkaar. Ja, we hebben wel redelijk hetzelfde streven voor wat betreft hardcore producties en zo. En we komen natuurlijk allebei uit Den Haag. Je weet zelf. De Haag. Dat is een vraag die ik zo vaak heb beantwoord, dus ik laat het even hebben over. Ja. Ik loop een tijdje mee in de hardcore. En mijn streven voor de hardcore, zeg maar, is dat een beetje meer de party gaan terugkrijgen in de hardcore, zoals vroeger. Het gevoel van wat hardcore voor velen is, zeg maar. En hardcore is nu tegenwoordig echt hard, weet je wel. Er zitten ook echt wel wat meer party dingen bij, maar mijn streven is echt wel meer dat gevoel van vroeger terug te brengen in de hardcore. Ja, gewoon lekker feesten. Ja, lekker feesten. Ik weet niet of jij dat ook inderdaad. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Het is tegenwoordig echt wel hardcore en het is ook best wel hard, maar soms mis ik ook wel echt de gezelligheid. Ja, dat heb ik ook echt. Dat is echt ons streven, ja. Dat is waar wij voor staan. Ja. Ook met het maken van onze muziek en onze sets ook. Dus, je gaat het zeker beleven dan. Voor mij is het persoonlijk mijn eerste festival van het jaar. Festivals vind ik altijd super, weet je wel, lekker buiten, open lucht. Met meer inderdaad dat feestgevoel, ander soort gevoel. Voor mij is het wel speciaal. Dit jaar is natuurlijk heel erg speciaal, omdat we onze eigen New Fight Records Area tent hebben op Fantasy Island. Dus ik ben echt heel erg benieuwd en ik heb er heel vreselijk veel zin in. Ja, ik ook wel. Veel solo dingen waar ik momenteel mee bezig ben. Ik ben momenteel bezig met de opvolger van mijn EP Wither Away. Waar ik 3 tracks op wil gaan uitbrengen. En dat wil ik nog wel zeker nog een keertje doen. Dus voorlopig veel alleen dingen. Maar eigenlijk wat meer profileren en gewoon lekker bezig zijn. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk naar de Social Club. Ik heb gehoord dat je als artiest daar wordt uitgenodigd in de tent. En dat een aantal mensen, ik weet niet hoeveel, ik denk een mannetje of 10, 15, die kunnen dan persoonlijk vragen aan mij stellen en gewoon lekker gezellig met mij babbelen. Dus neem je flat elkaar die maar mee. Ik heb een vrouw en een kind, dus ik zeg. Ja, ik ga gewoon wel op persoonlijk vlak niet dit te verder op in. Maar op producersvlak en muzikale vlak toch wel veel feesten mee te pakken. Aantal hits te hebben. Ja, van hoever gaat fantasie. Ik hoop dat ik van mijn werk produceren mag maken. Dat is ook een hele fantasie. Ik heb nog steeds een vaste baan. En, ik hoop dat produceren. Ja, is dat te serieus? Ja, te serieus. Oké. Nou, we doen gewoon even die prijsvraag dan even vlug met z'n tweeën. Ja, met z'n tweeën. Doe jij eerst? Ik weet wel een leuke. Ja? Met welke track van mij en een andere producer werd er vorig jaar afgesloten op Defcon? Goeie. Ja, dat soort dingen kan ik niet vragen, maar hoe heette mijn eerste release op New Fight Records? Zo. En dan kan je natuurlijk deze 50 euro's aan muntjes winnen. Denk jij dat... Ik word hier volgens mij wel dronken van, hè? Jij? Nee, ik niet meer. Niet meer? Nee, ik ben wel wat gewend. Hoeveel zijn dit er? 2 colaatjes of zo. Oké. Okay.
Neo 5 Records Treasure Tour 2012. Tears in my eyes as I'm writing this song. I'm the baddest motherfucker touching down on kick.